Hallo allemaal, welkom bij de tweede editie van de webcast over hoe maak je een kantoorgebouw of werkomgeving slim. Mijn naam is Laurens Verstappen, ik ben systeemarchitect voor de markt Benelux binnen de Signify organisatie. En ik ben blij om jullie vandaag een gedeelte te presenteren over een strategie rondom een kantoor of een werkomgeving slim te maken. We gaan het vandaag hebben over het schaalbaar systeem van Signify. Oftewel het Interact Pro System genaamd en hoe dat past binnen het creëren van slimme gebouwen. Laten we eerst even één stap terug doen. Waarom slimme gebouwen een rol kunnen spelen in het hedendaagse kantoor of in de werkomgeving. Er zijn drie trends die op dit moment een belangrijke rol spelen in de wereld. In de wereld van kantoorgebouwen. Dat is allereerst uiteraard sustainability. We hebben allemaal een CO2-voetafdruk te reduceren. Daar werken we met z'n allen hard aan. De Green Deal binnen Europa is een belangrijk aspect daarin. En dat is een belangrijke trend ook die we terugzien in kantoorgebouwen en dus ook in de werkomgeving. Daarnaast zien we dat er steeds meer wordt ingezet op flexibele werkplekken. Zeker na en tijdens de coronacrisis. Ik zit zelf op dit moment ook in COVID-quarantaine. Zien we dat het hybride werken steeds belangrijker wordt. En als allerlaatste is er meer en meer aandacht voor health en well-being in de bredere zin. En dat betekent dus ook dat dat geldt voor mensen die in een kantoorgebouw zich begeven. En die drie aspecten die spelen ook een belangrijke rol in hoe Signify probeert de ondersteuning te bieden naar het creëren van aan de ene kant energie-efficiënte verlichtingssystemen. Daarnaast kijkend naar hoe kunnen we een rol spelen met onze systemen en het grid wat we creëren binnen een gebouw. Naar de flexibele werkplekbezetting. En als allerlaatste proberen we uiteraard vanuit onze lichtoptiek, maar breder dan dat ook, te kijken hoe kunnen we een rol spelen binnen het aspect van health en well-being voor kantoorgebouwbewoners. En op die manier een holistische blik op het slimme kantoor te bieden. Even één stap terug. Dus we hebben net die drie aspecten gezien. En dat zijn alle drie even belangrijke aspecten. Maar ze leveren niet evenveel op, of ze kosten in ieder geval ook niet evenveel in een gebouw. Wat belangrijk is om te begrijpen als je bijvoorbeeld naar energieverbruik kijkt, is dat we op dit moment ongeveer 1% van de energiekosten binnen van de gebouwkosten naar energie toe gaat. Dus als ik het betalen kostenpost voor een gebouweigenaar of een gebouwhuurder in 100% zou uitdrukken, betekent dat dat ik 1% van die totale kostenpost uitgeef aan energie. En als we even kijken wat voor rol dat verlichting erin kan spelen, zouden we bijvoorbeeld van conventionele verlichting, zoals TL of iets anders, naar een LED-armatuur gaan, besparen we al 40-50% energie. Gaan we daar nog een daglichtregeling, bewegingsdetectie aan toevoegen, besparen we nog weer 20-25%, even afhankelijk van de situatie. Gaan we integratie doen met andere systemen in een gebouw, bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem, en zorgen we ervoor dat er niet geventileerd of gekoeld wordt. In gebieden waar geen beweging is, kunnen we nog een keer 10, 15, soms zelfs meer besparen. Dus dat kan oplopen tot gigantische besparingen, zelfs 80-90% in sommige situaties. Dat is vanuit de CO2-hoek bekeken een hele interessante besparing. Vanuit het kostenperspectief is dat 80-90% van 1%. En dat betekent dus dat naast die energiedrukreductie die we proberen te creëren met z'n allen, dat we ook kunnen kijken naar wat zijn die andere kostenposten in een gebouw die ook een rol spelen voor een gebouweigenaar of een huurder. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn huur, huuroppervlak. Op dit moment zien we, en dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de locatie, maar we zien grosso modo dat ongeveer 9% van de totale kosten wordt uitgegeven aan huur. En wat interessant is om te noemen, is dat vaak, en zeker in gebouwen waar flexibele werkplekken worden toegepast, er heel veel vrije kantoorruimte beschikbaar is, zonder dat we het zelf weten. En dat is ook iets waar verlichting een rol kan spelen. We kunnen bijvoorbeeld de sensoren en de armaturen, die normaal gesproken alleen worden gebruikt voor een daglichtregeling of een bewegingsdetectie, ook inzetten om inzicht te bieden in het gebruik van de ruimte. En dan kan je afvragen waarom dat een verlichtingsarmatuur daar nou een interessante rol voor kan spelen. Dat heeft eigenlijk twee belangrijke redenen. De eerste is, een verlichtingsarmatuur is altijd voorzien van vaste voeding. Dat betekent, als ik een sensor wil ophangen, heb ik altijd een vaste voeding om die sensor te bedienen. En dat betekent dus ook dat ik geen batterijgedreven sensoren hoef te gebruiken in mijn gebouw en daardoor eventuele onderhoudskosten kan verlagen. Het tweede is dat de verlichting een dicht grid creëert in een gebouw. We hebben in een kantoorgebouw grofweg iedere 5 vierkante meter een verlichtingsarmatuur hangen. En daarmee hebben we een hoge dichtheid aan verlichtingsarmaturen, lichtpunten. En ook een hoge dichtheid aan datapunten. Jacqueline? Laurens, ik moet je onderbreken, want je bent niet zo gemakkelijk te verstaan. Dus ik zou je adviseren om richting jouw microfoon te spreken. Want als je dat doet, ben je beter te begrijpen. Oké, is het zo beter? Doe maar, ja. Oké. Goed, dus we hebben dus een dicht grid aan verlichtingsarmaturen in een gebouw. En daarbij hebben we ook een dicht grid aan eventuele datapunten in een gebouw. Dat betekent dat we de verlichting dus goed kunnen gebruiken om als ondersteuning te fungeren voor een smart building. Want een smart building heeft behoefte aan sensoren. Sensoren met vaste voeding in dit geval. En daarnaast ook een dicht grid van die sensoren. Dus in ieder geval iedere 5 vierkante meter een datapunt. Als allerlaatste in een gebouw is de kostenpost employees of gebouwbewoners natuurlijk ook ontzettend belangrijk voor een gebouweigenaar of huurder. Dus als werkgever heb ik er baat bij dat degene die in het gebouw rondloopt, mijn grootste kapitaal, mijn werknemer, goed wordt ontzorgd binnen dat gebouw. En dat betekent een comfortabele werkplek, een goede stoel en een goed bureau uiteraard, goede verlichting, dat is ook iets waar Signify een rol kan spelen, maar daarnaast ook het gevoel geven dat men interactie kan hebben met het gebouw. En dat betekent bijvoorbeeld een comfortabele werkplek ook in termen van mijn persoonlijke lichtvoorkeur. Of mijn persoonlijke temperatuurvoorkeur. Of het ondersteunen bij het vinden van een vrije werkplek. Of het ondersteunen van het vinden van een vrije meetingruimte. Op het moment dat ik dat nodig heb in de capaciteit die ik zoek. Daarom is het handig om vanuit een verlichtingsperspectief de data te verzamelen en die vrij te geven naar zo'n... Nou, daar komen we straks nog even op terug. Wat ook een interessant plaatje is om even te kijken naar de impact van zo'n healthy workplace of gezonde werkplek of comfortabele werkomgeving. En wat we zien is dat er een aantal klachten binnen een kantoorgebouw vaak terugkomen en dat die klachten ook hoog staan op de ranking voor satisfaction. Hè? Dus hoe blij ben ik met het stuk van... office lighting, zoals jullie hier zien, is een belangrijk aspect. Met Signify kunnen we daar een grote rol spelen, dat is mooi. We kunnen slechte kwaliteit verlichting vervangen voor goede kwaliteit verlichting. En op die manier kunnen we dus een rol spelen in het welbevinden van zo'n kantoorbewoner. Daarnaast zien we dat de luchtkwaliteit ook een grote rol speelt en heel erg hoog scoort. En 40% van de tijd is dat ook iets waar mensen blij van worden. Geluidsdrukniveaus spelen een rol. Temperatuurcontrole, dus hoe kan ik mijn eigen voorkeur in een bepaalde ruimte verstellen. En daarnaast het vinden van een rustige ruimte voor focuswork. Dus als ik me even moet concentreren en we hebben een flexibele werkplekbezetting, waar kan ik me op een bepaald moment terugtrekken om gefocust werk te kunnen doen. Dat zijn aspecten die je per definitie ook zou kunnen meten vanuit een sensor in een kantoor. En dus we proberen met Signify ook daar een rol te spelen met de systemen die we bieden. Goed, wat nieuw is dit jaar is het Interact Pro System. Daar wil ik jullie nu even meenemen wat een simpel draadloos systeem is. Wat eigenlijk met je mee kan groeien door het gebouw heen en door de jaren heen die je in zo'n gebouw toeft. Wat het gemakkelijk maakt om schaalbaarheid te creëren. Zodat het mee kan groeien met de behoeften van een bepaalde huurder door de jaren heen. En waar je van basis af kan beginnen naar complex kan eindigen. En dat in een simpele manier, op een gemakkelijke manier toe te passen en ook op een gemakkelijke manier te onderhouden. We maken dus eigenlijk de stap van conventionele DALI-systemen naar wireless, draadloze IoT-systemen. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Het Pro System, zoals Signify dat dit jaar heeft geïmplementeerd, bestaat uit 3 lagen. We hebben de laag Foundation, wat eigenlijk een decentrale bewegingsdetectie en daglichtregeling biedt. We hebben een armatuur met een sensor. Die sensor biedt die functionaliteit die ik net noemde. En die gaat eigenlijk alleen maar over het reduceren van de energiedruk in een bepaald gebouw. Dus de 1% regel, oftewel de CO2-voetafdruk verlagen. Is er niemand aanwezig in de ruimte, wordt het licht uitgezet. Komt er iemand aanwezig binnen een ruimte, wordt het licht aangezet. Komt er daglicht binnenvallen, kan ik terugdimmen tot de luxwaarde die ik heb ingesteld. En ik kan groepjes maken en via die groepjes kan ik de verlichting in groepjes verdelen. Dat is het foundation niveau, het basisniveau zoals je dat in een regulier kantoorgebouw ook nu wel tegenkomt. Het verschil is dus de hoeveelheid aan sensoren, ik zo even op terug, en het gemak van installatie. Want het wireless systeem zoals we dat hier nu voor ons zien, en daar kom ik zo meteen in de topologie ook wel even wat gedetailleerder op terug, heeft maar één ding nodig vanuit installatieperspectief en dat is een 230 volt voedingspunt. Verder niets. Er is geen DALI buskabel nodig, er zijn geen ingewikkelde controlekabinetten nodig, we hoeven geen buskabel tussen de armaturen en de touchpanels te voorzien. Het is een draadloos communicatiemiddel en het enige wat we nodig hebben is vaste spanning. Stel nu dat ik na 2 of 3 of misschien zelfs meerdere jaren erachter kom als huurder dat ik toch meer wil dan het foundation systeem. Dan staat het me toe om door het toevoegen van een gateway, zoals we die hier bij Advanced zien staan, op basis van bijvoorbeeld klokschema's en met een dashboard in de cloud energie kan uitlezen en ook tijdsschema's kan creëren. Het advanced niveau, met name geschikt voor, laten we zeggen, projecten tot 5000 vierkante meter. Het is ook mogelijk om vanuit Foundation op een later moment te upgraden naar Enterprise. Enterprise is het meest complexe systeem wat we te bieden hebben met wireless. Het biedt naast de functies die we zo net bespraken voor Foundation en Advanced, ook nog integratiemogelijkheden naar derde partijsystemen, ofwel via de cloud API's, kom ik straks nog op terug, ofwel naar bijvoorbeeld gebouwbeheersystemen via BACnet. En we gaan met name ook kijken naar de waarde naast het verlichtingssysteem. En we noemen dat dan Value Beyond Illumination. Waarbij we echt gaan kijken naar de datastromen binnen een gebouw. En die data proberen te gebruiken om extra waarde te creëren binnen het gebouw. Om zodanig niet alleen naar de energiebesparing te kijken, maar ook naar de ruimteoptimalisatie en de comfort van de individuele bewoner. Goed. Zijn er wellicht al vragen, Jacqueline, in de tussentijd? Jacqueline, je staat op mute. Mijn excuses. Tot nu toe zijn er geen vragen, niet in de chat, niet in de Q&A-box. Mochten jullie vragen hebben, kunnen jullie deze stellen of in de chat of in de Q&A-box. Ja. Wat we bij Enterprise ook doen, is dat we naast een gateway ook een zogenaamde Building Connectivity Bridge, hier afgekort naar BCB, en heel belangrijk een floorplan toevoegen. Dus dat floorplan en die BCB die zorgen voor de dataverzameling binnen het gebouw. En dat zorgt dus ook voor de toegevoegde waarde van dat systeem ten opzichte van Advanced en Foundation. Het kan dus zo zijn dat ik een kantoorgebouw creëer, of ik ben een ontwikkelaar en ik wil een kantoorgebouw creëren met een basisfunctionaliteit. En zonder fysieke interventie kan ik een upgrade maken van een basissysteem, waar ik alleen een decentrale daglichtregeling heb en bewegingsdetectie, naar een compleet IoT smart building op basis van draadloze communicatie. Het enige wat ik daarvoor hoef te doen, is gateways toe te voegen en een BCB toe te voegen. En wellicht een herprogrammering als de functies daarom vragen die ik op de later. Goed. Het is belangrijk dat we die schaalbaarheid benadrukken hier. En dat kan aan de ene kant natuurlijk in de omvang gaan. Dus de hoeveelheid van sensoren. Dus stel, ik ga nu beginnen met één verdieping of een gedeelte van een verdieping. Kan ik dat op een gemakkelijke manier uitbreiden naar een groter gebied. Dus meerdere verdiepingen of zelfs meerdere gebouwen. En capabilities. Dus ik kan van heel erg basic naar complex gaan en tegelijkertijd kan ik het ook over de verschillende application areas doen. We hebben het vandaag over Office, maar het kan bijvoorbeeld ook in de industrie worden toegepast op een vergelijkbare manier, maar met iets andere use cases. Ik heb één vraag nu, misschien is het het moment om die te stellen. En de vraag is, wat is een BCB? Een BCB is een Building Connectivity Bridge. Dat is een component wat we gebruiken voor de aggregatie van alle data, van alle gateways die we in een gebouw plaatsen. Ik kom straks even terug op de topologie, maar het is in essentie een brug tussen de gateways binnen het gebouw en de cloud-infrastructuur. Ik kom daar zo meteen nog even verder gedetailleerd op terug. Goed, we hebben dus verschillende niveaus van complexiteit en ook verschillende niveaus van functionaliteit. Even een paar voorbeelden te noemen. We hebben bij Foundation, zoals ik net al aangaf, de mogelijkheid om via sensoren of muurswitches controle uit te voeren. Dus normaal gezien heb ik geen switch nodig aan de muur. Ik kom binnen, het licht gaat automatisch aan. op de instellingen die ik heb ingesteld tijdens het programmeerproces. Ik kan scènes definiëren en ik kan met dat knopje aan de muur ook de scènes triggeren. Dus laten we zeggen een presentatiemodus, een focusmodus. En ik heb bij Foundation ook de mogelijkheid voor één gebruiker met een app. Dus laten we zeggen ik ben een facility manager, dan kan ik met die app ook bepaalde zaken regelen met het systeem. Ga ik naar Advanced toe, krijg ik daarnaast ook app control voor meerdere gebruikers. Ik kan scheduling toepassen, tijdschema's om bepaalde gebieden op een klok te laten lopen. Ik kan energiereportages inzien via mijn dashboard in de cloud. Ik krijg ook de mogelijkheid om offsite controle te bieden, dus alles uit of alles aan. En ik kan diagnostics uitlezen en eventueel updates voorzien. En als laatste hebben we Enterprise. Naast de functionaliteit die we zo net noemden, hebben we multisite mogelijkheden. Dus ik kan meer sites aan een bepaalde gebruiker toewijzen. Dus laten we zeggen, ik ben een multinational als core business en ik heb een locatie in Antwerpen en ik heb een locatie in Amsterdam. En die kan ik beide bekijken in mijn IoT dashboard. Ik kan ze ook met elkaar vergelijken op basis van energiebesparing en ruimtegebruik. Daarnaast hebben we de mogelijkheden om uit te breiden naar geavanceerdere applicaties, zoals een space management applicatie, een workspace en een kiosk app. Daar heb ik zo meteen een demo van. En ik heb de mogelijkheid om te integreren naar derde partijsystemen. Aan de ene kant naar conventionele systemen, zoals een gebouwbeheersysteem, of bijvoorbeeld floor controllers die op basis van BACnet werken. Maar ik heb ook de mogelijkheid om via API's een meer webgebaseerde integratie te bieden voor bijvoorbeeld derde partij mobiele applicaties of derde partij webapplicaties. Maar ook zien we steeds vaker dat gebouwbeheersystemen tegenwoordig de mogelijkheid bieden om API-gebaseerde integratie te voorzien. Goed. Laten we even het vergelijk maken naar conventionele systemen. En dan bedoel ik draadloze of bekabelde bussystemen, zoals bijvoorbeeld DALI, CAT6, die we eigenlijk al sinds jaar en dag tegenkomen in de bebouwde omgeving en zeker in kantoorgebouwen. En laten we eens kijken hoe dat zij zich verhouden naar een systeem zoals we vandaag bespreken, het draadloze systeem. En we hebben een aantal factoren die daar een rol in spelen. Enerzijds kosten, wat natuurlijk altijd een heel belangrijke drijver is in het ontwikkelproces van een installatie. Complexiteit en de manier van installeren. Als we naar kosten kijken, is het namelijk zo dat we een behoorlijke besparing kunnen realiseren ten opzichte van conventionele DALI of CAT6 bussystemen. En dat heeft te maken met de manier van in bedrijf stellen, dus commissioning zoals we hier in de linker benedenhoek zien, maar ook de arbeid en de materialen die we nodig hebben om het in bedrijf te stellen. Als we naar een conventioneel systeem gaan kijken, hebben we tussen armatuur uiteraard een 32 volt voedingspunt nodig. Daarnaast een DALI buskabel om de communicatie te voorzien tussen de armaturen, maar ook naar de sensoren toe. En uiteindelijk ook naar de user dashboards, laten we zeggen de drukknopjes aan de muur. Maar ook de controlekabinetten die we moeten voorzien om dat geheel te besturen. Dat brengt aan de ene kant natuurlijk arbeid met zich mee om die installatie te voorzien van die buskabel. En ook van de controlekabinetten en de montage van de controle. Maar daarnaast brengt het ook materiaal met zich mee. Het koper en de kabel moeten natuurlijk betaald worden. En dat levert een behoorlijke complexiteit op als je het vergelijkt met het draadloze systeem. Daarnaast speelt commissioning ook een grote rol. Het in bedrijf stellen van een DALI-systeem is kostbaar, omdat er heel veel uren nodig zijn om zo'n systeem in bedrijf te stellen. Ik moet altijd met mijn laptopje naar de locatie van waar het systeem in bedrijf gesteld moet worden. Ik ga mijn laptop inpluggen op een controller. En vervolgens kost dat een x-aantal uren om dat te doen. Ik moet kijken welke lampen ga knipperen en op die manier identificeer ik de lampen en ga ik groepjes maken en zodanig sturing creëren. Bij draadloos is dat een stuk gemakkelijker. We kunnen bijvoorbeeld bij draadloos, en zeker voor de enterprise variant, al in de cloud beginnen met het commissioningproces. Dus voordat een gebouw daadwerkelijk wordt opgeleverd, fysiek, heb ik de mogelijkheid om op basis van het lichtplan en de voorgestelde armatuurposities commissioning al te starten. Ik kan al groepen creëren, bijvoorbeeld op basis van deze ruimte waar ik nu zit, of op basis van een gedeelte van een open office. Ik kan er al lichtgedrag aan toevoegen, voor een kantoor, voor een meetingruimte, voor een toilet of voor een gangpad. Daar hebben we lichtrecepten voor die we daarvoor kunnen creëren. En daardoor hoef ik alleen nog maar on-site te bevestigen welke armatuur op welke plek zit, om zodanig die groeperingen live te krijgen, enerzijds in de cloud en anderzijds in de lagen binnen het gebouw. En we hebben daarmee dus ook een significante reductie in de complexiteit van het commissioningproces en daardoor ook een reductie in het aantal uren. Dat kan dus oplopen op basis van installateurs interviews tot 80%. Zijn er vier vragen over, Jacqueline? Ja, daarom dat ik onderbreek je. En de vraag is, is er ook een koppeling met één of meerdere agenda's? MS Office, vergaderboekingssysteem. Via 230 volt of via PoE? Ja, we hebben integratiemogelijkheden met boekingssystemen. Daarvoor hebben we wel geavanceerdere applicaties nodig. Dus het is een beetje afhankelijk van wat je wil. En ook daarover heb ik zo meteen een slide. Dus daar kom ik zo meteen even op terug over welke mogelijkheden we met welke specifieke applicaties hebben. Goed, en de flexibiliteit, dat haalden we al even aan. Hè? En het is handig voor een gebouweigenaar of voor een huurder om flexibiliteit te hebben in zijn gebouw. Hè? En schaalbaarheid in applicatieniveaus of in complexiteit van je systeem. En stel nu, ik wil data verzamelen. Dit is een voorbeeld van een... Dit is een voorbeeld van een applicatie die we bijvoorbeeld bieden voor een facility manager die inzicht geeft in het gebruik van de ruimte. We zien hier aan de linkerkant een indeling van al mijn locaties. Dus ik heb hier meerdere gebouwen per site en meerdere vloeren per gebouw. En op die manier kan ik iedere keer een overview krijgen hoe dat zo'n gebouw zich op dit moment verhoudt tot de reële bezetting. En op die manier krijg ik informatie over de bezettingsgraad in mijn gebouw. Dat is één voorbeeld van een app. En dit geeft dus waarde aan die 9% die we in de tweede slide van daar straks bespraken. We hebben die 1% kostenpost voor energiebesparing. Daar hebben we het foundation niveau voor. Gaan we naar enterprise kijken, kunnen we ook voor die 9% een waarde bieden. Dus we kunnen inzicht bieden in het gebruik van de ruimte en daarmee ook voor die 9% een reductie creëren voor een gebouweigenaar of een huurder. Nou, op welke manier kunnen we nou de basis bieden voor zo'n applicatie zoals we die net zagen? Dat doen we dus met de topologie die we hier voor onze neus hebben. We hebben vergeleken met DALI een wijziging in topologie op sensorniveau. Waar we bij DALI normaal gezien zouden werken met één sensor per bijvoorbeeld area van 6 of 8 armaturen. Gaan we hier een wijziging zien naar 1 sensor per armatuur. Dat heeft een aantal redenen. Enerzijds worden de volumes hoger van het aantal sensoren en daarmee worden de kosten voor de sensoren aanzienlijk gereduceerd. Dat wordt dus niet duurder dan het DALI-systeem. Daarnaast wordt het aantal sensoren dus verhoogd en daarmee wordt de dichtheid van de informatie die we kunnen verzamelen binnen het gebouw een stuk hoger en daarmee wordt de accuraatheid van de data die we verzamelen ook verhoogd. Met name voor het space management stuk is dat interessant. Ook voor de energiebesparingscomponent. En als laatste, en daar kom ik zo meteen ook even op terug, maken we gebruik van een draadloos grid. En hoe meer nodes ik in het veld heb, hoe stabieler het netwerk wordt. En daarmee wordt de robuustheid van het systeem in het gebouw ook verbeterd. We hebben dus één slimme sensor per armatuur, zoals je hier in de linker benedenhoek ziet. En die slimme sensor die is voorzien van een ZigBee communicatiemodule. Een beetje afhankelijk van het type sensor hebben we verschillende elementen hierin zitten. Deze sensor die je hier ziet, is een sensor gebaseerd op daglichtregeling en infrarood bewegingsdetectie. Maar we hebben ook sensoren met meerdere functies, daar kom ik zo meteen even op terug. Daarnaast hebben we 1 wireless gateway, ongeveer de afmeting van een Hue Bridge. En die wireless gateway die bedient ongeveer 150 armaturen per gateway. Die gateway die wordt verbonden met een ethernetkabel aan het netwerk, zoals je hier aan de linkerkant ziet uitgewerkt. En we hebben 1 building connectivity bridge, daar is die op basis van de vraag van zojuist. En die Building Connectivity Bridge die heeft de taak om alle data die we vanuit de gateways verzamelen binnen een gebouw. En we hebben altijd 1 gateway per verdieping of eentje per 150 armaturen. Dus een beetje afhankelijk van de grootte van het gebouw hebben we 1 of meerdere gateways nodig. En vervolgens wordt die Building Connectivity Bridge verbonden met het internet. Dat is ook het enige wat wij vragen als het gaat om de behoeften van ons systeem. Een vaste voeding en een ethernetkabel waar nodig. En we kunnen dat netwerk fysiek gescheiden creëren, maar het kan ook geïntegreerd worden in het reeds bestaande bedrijfsnetwerk. Vervolgens gaan de slimme sensoren in de armaturen met elkaar communiceren. We creëren dus een mesh netwerk op basis van ZigBee. Ik kom er zo meteen even wat verder gedetailleerd op terug. En daarmee gaan die armaturen communiceren met elkaar, maar ook met de gateway. Mocht het nou zo zijn dat de communicatie wegvalt, omdat de gateway uitvalt, de voeding is weg of de internetverbinding valt weg, het lichtgedrag zal altijd binnen de ruimte blijven bestaan. We noemen dat distributed intelligence met een mooi woord. En dat betekent niks minder dat als de dataverbinding wegvalt, dat de sensoren nog steeds met elkaar kunnen communiceren. Ze weten van elkaar welke area dat ze, of ruimte dat ze zich bevinden. En daarmee kan het lichtgedrag gewoon doorgaan, mits er uiteraard een voeding op het armatuur bestaat. Nou, zoals we dat nu ook in de conventionele systemen kennen. Het netwerk wat we voorzien is een regulier CAT6 ethernetnetwerk met de daarbij behorende restricties en mogelijkheden. Het is maximaal 100 meter voor een ethernetkabel bijvoorbeeld. En nogmaals, het enige wat we vragen is een voedingspunt voor de building connectivity bridge en een internetverbinding om te kunnen communiceren met onze klant. Het grote verschil met conventionele systemen is dus enerzijds de significante reductie aan componenten in het gebouw zelf. In plaats van meerdere controllers voor een gebouw hebben we één gateway per 150 armaturen. Bij een DALI adres heb je bijvoorbeeld 64 adressen per universe. Nou, dat is een aanzienlijke reductie in componenten. En daarnaast is het zo dat de componenten die on-site nodig zijn, een stuk minder rekenkracht nodig hebben. Want de daadwerkelijke rekenkracht voor de dataverzameling om te zetten in verteerbare data, dat gebeurt in de cloud. Daarnaast heeft elke eigenaar van het systeem een dashboard in de cloud. En in dat dashboard kan hij bijvoorbeeld energieinformatie uitlezen, de bezettingsgraad van zijn gebouw bekijken. Maar we gebruiken het vanuit Signify ook om het gehele commissioningsproces en het onderhoudsproces te faciliteren. En dus het is een rode draad door het systeem en we kunnen ook niet zonder de cloud-infrastructuur, omdat het de basis is voor het gehele systeem als infrastructuur. Wellicht is dit een goed moment om even te kijken of er vragen zijn, Jacqueline. Geen vragen, Laurens. Prima, dan gaan we verder. Goed, het protocol wat we gebruiken binnen het gebouw heet ook wel het ZigBee-protocol. En het ZigBee-protocol is een protocol wat eigenlijk al een paar decennia bestaat en is ontwikkeld ook mede door onze buren op de campus de NXP. Het is een protocol wat heel erg robuust is, smal van bandbreedte. En zelfs zo robuust is dat het sinds kort op Mars bivakkeert in de Perseverance Mars-lander voorziet het de communicatie tussen verschillende componenten. Als het buiten aards kan werken, dan kan het bijna niet anders dan dat het ook op aarde zelf robuust werkt, zou ik bijna zeggen. Hoe werkt het nou? We creëren dus een mesh netwerk binnen een aantal nodes. Zoals we hier zien, hebben we dus in elke armatuur een sensor zitten. Tenminste in de kantoorarmatuur of de armaturen waar er plek voor is. We hebben ook bijvoorbeeld armaturen zoals downlight, spots waar geen plek is voor een sensor in de rand. Daar kunnen we door middel van een bridge toch een sensor verbinden met een DALI-armatuur. Maar de meeste kantoorarmaturen van Signify, daar zit die sensor al in geïntegreerd. En dat betekent dus dat die sensoren met elkaar gaan communiceren. Zoals ik net aangaf, zit in de sensor ook de communicatiemodule. En Zigbee werkt op zo'n manier dat hij altijd gaat kijken welke armaturen er in bereik zijn en op die manier een robuust netwerk creëren. Stel, we hebben een probleem in het gebouw waardoor dat één of meerdere armaturen uitvallen omdat er geen voeding bestaat en daardoor een bepaalde route die we initieel hadden van een zender naar een ontvanger niet meer kan worden gebruikt, zal Zigbee automatisch een andere route kiezen om de meest optimale rechte aflevering te voorzien naar de eindpunten. En op die manier creëren we dus een heel robuust netwerk wat heel erg schaalbaar is. We kunnen tot aan 20.000 lichtpunten gaan als we dat zouden willen en misschien theoretisch nog meer. Dus we hebben eigenlijk geen beperkingen in de hoeveelheid armaturen die we aan Zigbee kunnen koppelen. Zeker niet als we de gateways toevoegen. En op die manier creëren we dus een eenvoudig, maar een robuust netwerk door het gebouw heen wat we kunnen gebruiken. Een veelgestelde vraag is rondom het protocol van Zigbee, is het nou betrouwbaar? Heb ik last van interferentie met bijvoorbeeld wifi of bluetooth en dergelijke? Het antwoord daarop is eigenlijk nee. Dus ja, potentieel zou er een mogelijkheid zijn tot interferentie. We communiceren voor de technici onder ons beide in de 2,4 gigahertz band. Maar waar wifi bijvoorbeeld gebruik maakt van de meest gebruikte kanalen zoals je hier ziet, 1, 6 of 13, kunnen we met Zigbee zo de kanaalselectie selecteren in het kantoorgebouw die buiten het bereik van de wifi-band vallen. En op die manier het interferentieprobleem tot een minimum beperken. Maar ook is het zo dat we als stel, we hebben hele zware wifi en we zitten toch in dezelfde band en we hebben overlappende kanalen, dan pas kan het zo zijn dat we degradatie hebben. Dat betekent niet dat Wi-Fi eronder leidt. Meestal is het zo dat ZigBee erover leidt. En dat betekent dus, zoals in het vorige plaatje net wordt aangegeven, dat we wellicht via een andere route toch het bericht moeten afgeven. En dat het daardoor een aantal milliseconden langer zou kunnen duren tot we een bericht van A naar B kunnen krijgen. Maar in essentie, als we de regels van ZigBee tot ons nemen en dat ook meenemen in het bedrijfstellingsproces, is er geen impact in de communicatie tussen die twee verschillende. Daarnaast is het ook zo dat in de kantoorgebouwen van tegenwoordig steeds meer wordt overgeschakeld naar de 5 gigahertz band voor wifi. En dan hebben we per definitie geen probleem met informatie, want het is een compleet andere radioband. Goed, dan even over data. Dus we hebben het nu gehad over topologie, hoe het systeem eruit ziet, wat voor componenten we in het systeem hebben zitten. En ik haalde net ook al even aan dat we naast een standaard, tussen aanhalingstekens, een sensor met daglicht en infrarood bewegingsdetectie, ook een nieuwe sensor kunnen bieden waarbij we meer dan alleen bewegingsdetectie en infrarood doen. En dat is op basis van deze sensor, de SC1500 sensor van Signify. En deze sensor die biedt naast de verlichtingscapaciteit waar we het eerder ook over gehad, ook waarde die verder gaat dan alleen het verlichtingssysteem. Wat betekent dat nu? We kunnen light control bieden, we kunnen data opvangen, we kunnen met die sensor firmware upgrades doen en updates vanuit de cloud. We kunnen metrics configureren en we kunnen diagnostics doen, dus we kunnen analyseren vanuit de cloud. En dat is ook een heel groot verschil als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een DALI systeem of een KNX systeem. En waar je daar een upgrade zou willen doen in je systeem, betekent dat dat ik na verloop van tijd een controller moet toevoegen of een update moet uitvoeren door een controller te wisselen. Er is hoe dan ook een fysieke interventie nodig en dat probleem hebben we niet meer met dit soort sensoren. We pushen iedere 2 tot 4 weken een update vanuit de cloud naar de systemen in de gebouwen. En op die manier proberen we de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het systeem hoog te houden. En tegelijkertijd ook, want het is een internet geconnecteerd systeem, de security in acht te houden. Zodat we steeds mee kunnen lopen met de security die op dat moment. Nou, wat zit er in deze nieuwe geavanceerde sensor? Er zit een thermopaal element in. Waarbij we met die thermopaal de temperatuur kunnen meten. En we hebben het dan niet over de temperatuur op de oppervlakte van de sensor, maar de reflectietemperatuur van de ruimte die er beneden zit. Dus laten we zeggen van mijn bureau, of de vloer, of de wand. Maar ook veel belangrijker nog, van mijzelf. Want wij mensen stralen ook infraroodwarmte uit, laten we zeggen 30 graden aan de buitenkant. En door die thermopaal te gebruiken, kunnen we identificeren hoeveel mensen er ongeveer in een bepaalde ruimte zijn op welk moment. En dat biedt ons naast de passieve infrarood bewegingsdetectie die er ook in zit, ook de mogelijkheid om naast temperatuurmeting met dezelfde sensor een indicatie te kunnen bieden naar hoeveel mensen er in een bepaalde ruimte hebben gezeten. En dat speelt weer een rol in het hele space management effect. Dus ik kan niet alleen zien of er beweging is geweest in een bepaalde ruimte, maar ook met hoeveel mensen ongeveer die beweging er is geweest. Dat is een belangrijk feature die we in de toekomst gaan releasen, ook wel people density genoemd. En dat is een eigenschap van de thermopaal. Daarnaast zit er een luchtvochtigheidssensor in. En die combinatie van temperatuurmeting en luchtvochtigheidmeting kunnen we dus gebruiken als bijvoorbeeld een input naar een gebouwbeheersysteem. We hoeven dan niet per se meer de wandgedreven sensoren meer te gebruiken, maar de sensor in het armatuur. Er zit een daglichtsensor in die ervoor zorgt dat ik de daglichtmeting kan doen. Een geluidsdruksensor. Die geluidsdruksensor die relateert weer terug naar het klachtenplaatje wat jullie eerder zagen, waarbij we het interessant vinden in een gebouw om te kunnen zoeken naar een ruimte die op dat moment geschikt is voor mijn taak. Wil ik me kunnen focussen, wil ik een rustige ruimte zoeken, dan kan ik bijvoorbeeld via een kaart in mijn app zoeken naar een rustige ruimte die op dat moment beschikbaar is. Er zit een occupancy sensor in, dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat we al hadden. Er zit een Bluetooth beacon in, die we bijvoorbeeld voor positiebepaling kunnen gebruiken, maar ook voor pop-up messaging-achtige infrastructuur. De ZigBee radio hebben we het zojuist over gehad en we hebben een aantal leds en indicatoren om het in bedrijf te kunnen stellen en behouden. Wat belangrijk is om te noemen, dat we op dit moment een aantal capabilities hebben uitgerold. Die zijn ook al in het veld beschikbaar en die worden op dit moment gebruikt in gebouwen. En daarnaast zijn we de komende periode van plan om noise level uit te rollen. Het Signify DALI beaconing systeem, kom ik zo meteen ook even terug. People density en objecten. Zijn hier wellicht vragen over, Jacqueline? Geen vragen? Prima. Nee, er zijn geen vragen momenteel. Goed zo, dankjewel. Dan is het ook mogelijk met deze systemen om een locatiebepaling te voorzien binnen het gebouw. In de Signify noemen we dat Interact Indoor Navigation. En dat werkt eigenlijk op twee manieren. We hebben een methode om een positiebepaling te doen via licht. Dat noemen we ook wel VLC. Dat betekent Visible Light Communication. Wat het in de notendop inhoudt is dat we een modulatie in de frequentie van het licht kunnen meesturen vanuit de driver. We creëren daarbij een soort van morsecode, zou je kunnen zeggen. Die heel erg snel gaat, boven de 15.000 hertz en niet waarneembaar voor het menselijk oog. Maar wel waarneembaar voor een mobiele app of in dit geval een device in een winkel. Dus een handscanner in een supermarkt. Op de mobiele telefoons of een handscanner, daar zit heel vaak tegenwoordig een front-facing camera op. Een selfie-camera ook wel genoemd. Die camera die wijst altijd naar het plafond zodra ik iets wil doen op mijn user interface van die bepaalde applicatie. Dat zorgt ervoor dat hij dus naar de armaturen wijst. Die armaturen die zenden het signaal uit. Elke armatuur heeft een unieke code. En op die manier weet ik, door te weten welke armatuur op welke plek zit, welke codes ik op dat moment opvang. En daarmee kan ik een hele accurate positiebepaling doen binnen het gebouw zonder dat ik GPS nodig heb. Ik kan dan een positiebepaling doen die tot accuraatheid gaat van 30 centimeter nauwkeurig, maar heel belangrijk ook nog met oriëntatie. Dus draai ik naar links of draai ik naar rechts, dan zal ook oriëntatie op het scherm met mij meedraaien met het device. En dat betekent dus dat ik het niet alleen kan gebruiken om iets te doen op het moment dat ik stilsta, maar ook op het moment dat ik ergens naartoe loop. Ik kan het dus gebruiken voor het navigeren van punt A naar punt B binnen het gebouw. Bijvoorbeeld om naar de dichtstbijzijnde vrije meetingruimte te lopen. Of naar de koffieautomaat als ik niet bekend ben binnen het gebouw. Of naar de liften als ik niet bekend ben binnen het gebouw. Dat soort zaken die zou je allemaal kunnen doen. Daarnaast bieden we dus, zoals net gezegd, een Bluetooth beacon in elke armatuur. En die Bluetooth beacon die kunnen we gebruiken als ondersteunende functie ten opzichte van VLC. VLC heeft heel veel voordelen. Het is supersnel, het gaat niet buiten de ruimte. Dus ik heb altijd een correcte positiebepaling. Er is één nadeel van VLC. Als ik het in mijn zak heb, mijn telefoon, heb ik geen positiebepaling. En er is één use case in een gebouw die daar belang aan hecht. En dat is people finding. Dus het vinden van mensen binnen een gebouw. Ook al zijn ze niet actief bezig op hun telefoon. Dan is Bluetooth handig en daar kunnen we Bluetooth potentieel voor gebruiken. Overigens is dat wel gevoelig voor privacy impact. Daar hebben we het vooralsnog nog niet uitgerold. Maar het is wel mogelijk. En we kunnen het ook gebruiken in gebieden waar we minder armaturen hebben, zoals bijvoorbeeld een atrium of een gebied waar ik esthetische armaturen heb, waar ik minder sensoren tot mijn beschikking heb, kan ik toch met een beacon, oftewel losplaats offline armatuur, een positiebepaling voorzien binnen die. Goed, dan wil ik toch even nog het aandacht besteden aan DALI. Want uiteindelijk is het zo dat Smart Building in de ogen van Signify gaat om het delen van data. Dus we proberen onze data te delen met derde partijen, maar ook in applicaties om de waarde van de data ook daadwerkelijk te benutten. Want daar zit de kracht in en daar zit uiteindelijk ook de besparing in die een gebouweigenaar of een kantoorgebruiker, zoals een huurder, wil gebruiken in de toekomst. En vanuit Signify hebben we een aantal apps te bieden die dat kunnen voorzien. Op dit moment kijken we naar een mobiele app die wordt gebruikt door een bewoner van een gebouw. We noemen dit de Workspace app. En daarmee, en dit is een kleine animatie waarbij je kunt laten zien hoe het werkt. Ik ga op dit moment op zoek naar een bureau. Ik zie dat op vloer 5 veel beschikbare bureaus zijn. Ik klik op een bureau en ik kan hem boeken voor vandaag. En op die manier hebben we een gemakkelijke manier om een bureau te reserveren binnen een gebouw. Ik heb dus altijd de zekerheid dat ik weet op welk moment welke bureau bezet is. En ik kan ook terug analyseren als facility manager zijnde welke bureau op welk moment bezet is geweest. En daarmee kan ik dus zien of mijn portfolio van gebouwen of verdiepingen wordt gebruikt naar volle capaciteit. En we kunnen daarmee gigantische besparingen laten opleveren voor een gebouweigenaar of een huurder. Dat kan echt oplopen tot in de miljoenen euro's per jaar. Een beetje afhankelijk natuurlijk van wat voor type werk ik verricht binnen het gebouw. Dan heb ik een consultancybedrijf met veel in- en uitlopen, heb ik een hogere besparing dan wanneer ik vaste werkplekken zou doen. Dit is in essentie hoe je het kan gebruiken. Wat ook handig is, is dat we dit kunnen gebruiken als ondersteuning bij de coronacrisis. We willen bijvoorbeeld maximaal 50% van de bureaus beschikbaar maken omdat we 1,5 meter moeten houden. Kunnen we die bureaus die we niet willen gebruiken niet reserveerbaar maken in de app en blokkeren. En de bureaus die er wel beschikbaar zijn, die kunnen we wel reserveerbaar maken. Op die manier een veilige werkomgeving creëren voor de medewerkers die in het gebouw komen. Wat ook mogelijk is met deze app, is dat ik op dit moment ga zoeken naar bijvoorbeeld een vrije werkplek, maar ook naar een meetingruimte. Dus de dichtstbijzijnde meetingruimte op basis van mijn locatie voor een bepaalde capaciteit. Dus ik zoek bijvoorbeeld een meetingruimte voor personen, dan kan het via deze app ook worden, voor een bepaald tijdstip en ook voor een bepaalde locatie. En om even terug te komen op de vraag die we eerder hadden, de integratie die je hier ziet met upcoming events in het gedeelte van de app, dat is de integratie die vanuit de Microsoft Outlook of Exchange server komt en Google Calendar. Want dat zijn op dit moment de twee integraties die wij bieden om als input te dienen naar de agenda die we in deze app hebben. Het is dus ook zo dat als ik een werkplek reserveer of als ik een meetingruimte reserveer vanuit deze app, dat die ook in Exchange of in Google Calendar als bezet zal worden. Daarnaast hebben we ook een applicatie, en dit hebben we beschikbaar binnen de Workspace app, maar ook als een, als een separate applicatie. We hebben de Workspace app, is eigenlijk de app waarbij we naast het verlichting te bedienen en de temperatuur bedienen, zoals we hier zien, nog meer kunnen doen. En de temperatuurbediening gaat bijvoorbeeld op deze manier. We hebben een draaiknop. We spreken af met de HVAC System Integrator wat voor stappen we toedelen aan deze user interface. En in dit geval zou je bijvoorbeeld min 2 of plus 2 graden kunnen doen, of min 3 plus 3 graden. En op die manier kan een medewerker in een area waar hij zit, dus in een gebied wat geprogrammeerd is als een enkele ventilatiearea, kan hij de temperatuur aanpassen. Het is dus belangrijk dat als we zo'n gebouw in bedrijf stellen, dat we een analyse doen over welke gebieden wij de verlichtingsarea's gaan creëren en hoe dat we de ventilatiearea's gaan creëren. En het is ook mogelijk om uiteraard het licht te bedienen. En dat doen we op deze manier. We hebben vooringestelde scènes beschikbaar. Die scènes die programmeren we per area, dus die kunnen ook afwijken per area. En op die manier kan ik bijvoorbeeld op deze manier een presentatiemodus selecteren of een automatische modus, of zelfs het licht helemaal uitzetten als ik dat zou willen. En dat kan ik doen voor het gebied waar ik op dat moment ben. En op die manier kan ik dus ook weer meer comfort bieden naar mijn medewerkers. Omdat ik het vervangt, zou je kunnen zeggen, eigenlijk het lichtknopje aan de muur. En daarmee heb ik dus geen fysieke knop meer nodig in de ruimte. Wat aan de ene kant een kostenbesparing is, maar ook esthetisch gezien vaak wordt gewaardeerd door. Zijn er al vragen wellicht, Jacqueline, in de tussentijd? Ja, ik heb twee vragen zien komen. De eerste is, om terug te komen op de sensoren, zijn er plannen om sensoren bovenop de luchtvochtigheidsmeter eventueel uit te breiden met CO2-meters? En de dag lijkt dit wel relevant, of is dit niet direct haalbaar? CO2 is een complexe situatie vanwege het feit dat CO2 een zwaar gas is. En met name in klimaatplafonds waar veel ventilatie wordt toegepast, heel erg moeilijk om stabiel te meten is. Dus we hebben wel plannen om ons systeem vanuit integraal perspectief uit te breiden met CO2-meting, maar dan niet op armatuurniveau, maar als een separate sensor aan de muur die wordt meegenomen in het ZigBee-netwerk. En daardoor wel één poort zou bieden in de toekomst naar bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem, maar vanuit het armatuur doen we het op dit moment niet, vanwege de inaccuraatheid van de CO2-meting die dat met zich meebrengt, omdat een armatuur op 2,7 meter hoogte zit en daarnaast ook heel erg vaak wordt toegepast in een ventilatieplafond of dicht bij ventilatieopeningen en dan krijg je geen helder beeld over de CO2-waarde die op dat moment in die ruimte heerst. En de tweede vraag is: is het wettelijk toegestaan om een device gekoppeld aan een persoon deze te volgen? Nee, dat is niet wettelijk toegestaan en wij kunnen dus ook niet zien wie dat device hanteert. Als wij een locatiebepaling doen binnen een gebouw is dat volledig op basis van anonieme data. We kunnen niet zien wie het is. We kunnen enkel zien dat een Signify app wordt gebruikt om een locatiebepaling te doen. Het is uiteraard wel mogelijk voor een werkgever om correlatie te doen tussen iemand die een bureau reserveert vanuit de Signify app. Als ik de Interact app gebruik, de Workspace app, ik zal er nog even naartoe gaan. Op deze manier, ik log bij deze app in met mijn Interact credentials, dus met mijn gebruikersnaam en wachtwoord. Dat is gekoppeld aan een Exchange account, omdat ik een reservering moet doen. Ik moet een reservering kunnen doen. Zoals ik dat normaal gesproken vanuit Outlook zou doen, kan ik dat nu ook vanuit deze app doen. En op die manier weten we wel wie op welk moment een bureau heeft gereserveerd of wie op welk moment een meetingruimte heeft gereserveerd. En dat is niet anders dan dat al op dit moment ook binnen Outlook wordt toegepast. Om simpel gezegd een registratie te voorzien wie op welk moment welke ruimte heeft gereserveerd. Maar het is niet zo dat wij mensen kunnen volgen. En de data om locatiebepaling te doen is volledig anoniem. Goed. Dan even over het Interact Energie Dashboard. We hebben ook een standaard dashboard in de cloud die voorziet in het maken van analyses, bijvoorbeeld in dit geval op basis van energieverbruik. Dus stel ik heb een renovatie gedaan, ik had een geïnstalleerd vermogen van 42.000 kilowattuur. Ik heb nu met de reductie in LED heb ik een actueel geïnstalleerd vermogen van 7.000 kilowattuur. Dat is een behoorlijke reductie trouwens. En daarmee kan ik zien wanneer ik, hoe eigenlijk mijn investering zichzelf terugverdient, zou je kunnen zeggen. Want door die energiebesparing kan ik ook zien hoeveel geld ik bespaar. En daardoor wellicht als ondersteuning voor subsidieaanvragen of voor business case ondersteuning inzichtelijk te maken. En wat ook mogelijk is binnen ditzelfde dashboard, je ziet het hier, dat zit niet in deze demo, is een occupancy inzicht. Waarbij ik ofwel met een heatmap ofwel met een barchart kan zien hoe druk het ergens is geweest. Ook vergelijkbaar met de eerdere app die we zagen. En ik kan het dus overal zien. Ik kan het vanuit thuis inloggen als facility manager. Ik kan hierbij ook de verlichting bedienen als facility manager of overrulen. Je kan aanpassingen doen. En wij vanuit Signify gebruiken het ook om het systeem te commissionen, dus in bedrijf te stellen, maar ook om het te onderhouden. En we kunnen exact zien welke armaturen offline zijn of waar een probleem zich voordoet. En op die manier kunnen we offsite, dus zonder op locatie te komen, een analyse doen van wat er wellicht verkeerd zou kunnen zijn met een bepaald systeem en een update voorzien. Goed, dat voor zover over de data. Daarnaast had ik het net even over het delen van data. Want in de smart building is het van belang om de data die je verzamelt te gebruiken voor allerlei toepassingen. En dus we kunnen onszelf voorstellen dat de data die we uit die uitgebreide sensor halen van straks, zoals bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid, die willen kunnen delen met een ander systeem, zodat een ander systeem die data ook kan gebruiken. Met name bij temperatuur en luchtvochtigheid is het handig om te kunnen delen met derde partijen, maar ook voor light control, building model of data die meer voor webapps geschikt is, die wil ik ook graag kunnen delen. Met Signify bieden we daar twee mogelijkheden voor. Dat zijn aan de ene kant de API's, Advanced Programmable Interfaces. Voor degenen die het nog niet kennen is het een softwarematige manier van integreren op basis van een scripttaal REST die bepaalt hoe ik bepaalde data uit een systeem kan halen en naar een ander systeem toe kan brengen. We gebruiken daar API's voor als building model. Het building model wat wij gebruiken, je zou het kunnen zeggen als een soort van knipoog naar BIM, is een bepaalde data-hiërarchie, hoe ik de data opsla. Elke armatuur, wat ik al aangaf, heeft een geocoördinaat. Een groepje armaturen is dus een setje van armaturen, noemen we een area. We hebben meerdere area's per verdieping. En we hebben meerdere verdiepingen per gebouw. Dan heb ik nog de mogelijkheid om meerdere gebouwen per site te hebben. En zodanig heb ik eigenlijk een data warehouse waar ik de data op die manier uit kan halen. Stel, ik wil op dit moment zien of een ruimte bezet is, dan gebruik ik de Occupancy API en daarmee kan ik laten zien en vragen aan de API, bijvoorbeeld get occupancy status in area A en ik krijg terug area A is occupied of unoccupied. En op die manier kan ik die data gebruiken in bijvoorbeeld een reserveringssysteem of een derde partij webapplicatie of de Signify applicatie zelf om te laten zien of die ruimte reserveerbaar is op het moment dat ik hem nodig heb. Maar ook als een ruimte is, bijvoorbeeld is gereserveerd, dan kan ik na 10 minuten geen beweging de ruimte weer vrijgeven voor een andere persoon die hem nodig heeft, omdat er een zogenaamde no-show was. Nou, dat zijn zaken die ik uit die API kan halen. Daarnaast environmental data, zoals bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid, light control, dus we bieden ook de mogelijkheid vanuit een derde partij applicatie ons systeem te bedienen. Dat kan vanuit de Signify applicatie zoals we die net zagen, maar het kan ook vanuit een andere derde partij applicatie zoals Mapic of Comfy of en dergelijke. We hebben ook de mogelijkheid om building integration te doen. Dat betekent dat we een trigger kunnen geven vanuit een derde partij applicatie die we vertalen naar een BACnet bericht. Bijvoorbeeld een temperature offset commando waarbij ik de temperatuur wil aanpassen van plus of min 2 graden. En ik wil het vertalen vanuit de API naar een BACnet commando. En we hebben een energie API waarbij we de energieverbruik kunnen uitlezen op historische data. afgelopen jaar voor het hele gebouw of de afgelopen maand voor deze verdieping dan alleen. En op die manier kan ik analyses doen met de data die ik eruit haal. Die API's die worden gehost in de cloud, zoals je hier ziet in de linker benedenhoek. En dat wordt dus uiteraard verzameld via de infrastructuur die we bieden. En een developer app die kan koppelen via dat platform wat we bieden in de cloud. We hebben een developer portal waarbij een ontwikkelaar, een webappontwikkelaar, een account kan aanvragen. En het kan zo zijn dat zo'n derde partijontwikkelaar bijvoorbeeld op basis van autorisatie van een gebouw-eigenaar toegang krijgt tot een bepaald gebouw of een dataset van een gebouw. En die data mag gebruiken van de eigenaar die het systeem van Signify heeft aangeschaft. En op die manier bieden we dus de mogelijkheid om onze data, of de data van de gebouw-eigenaar of huurder beter gezegd, die Signify ook gebruikt, ook te delen met andere partijen. En daardoor eigenlijk een 1 en 1 is 3 situatie creëren, zodat we maar één sensor gebruiken voor meerdere toepassingen. Daarnaast hebben we ook nog een mogelijkheid om via BACnet te integreren. Dat is meer een conventionele manier van integratie, waarbij we ons met name focussen op onder andere gebouwbeheersystemen of floor controllers en dergelijke. Daarbij hebben we ook weer een setje data die we kunnen delen. Je ziet het hier aan de linkerkant, dat is ook weer occupancy status. Daar kan je bijvoorbeeld denken aan een situatie waarbij een ruimte onbezet is en waar ik wil stoppen met verwarmen of koelen. Dus een gebouwbeheersysteem kan een status opvragen van een bepaalde ruimte. Is er geen beweging, laat ik het setpoint dalen met een paar graden en stop ik met verwarmen of koelen. Om nog meer energiebesparing te realiseren buiten het verlichte systeem om. De temperatuur en de vochtigheidsniveaus, zoals ik net al aangaf. Een groot voordeel van de sensoren in de ruimte van in de armatuur van Signify is dat we een hoge dichtheid hebben aan sensoren. Dus we hebben meerdere datapunten per gebied en op die manier een hele accurate manier van temperatuurmeting. Daarnaast is het zo dat een thermopaal een ander soort dynamiek heeft dan een oppervlakkegedreven wandsensor bijvoorbeeld. Daardoor meer proactief reageert op temperatuurschommelingen. En daardoor sneller een bepaalde actie in gang kan zetten binnen een gebouwbeheersysteem. Daarnaast bieden we ook weer de mogelijkheid om light control te doen. Dus we kunnen vanuit het gebouwbeheersysteem of de daaraan vastgekoppelde gebruikerspanelen light control, dus een dimstand aanpassen, het verlichting aan of uitzetten, een bepaalde scène triggeren. Dat is mogelijk. En het is mogelijk om een central override te doen. Hè? Dus een soort van veegpuls als een bepaalde situatie zich voordoet. Hè? Er is een alarm en ik wil alle verlichting aanzetten. Of ik zet het alarm erop als ik het gebouw verlaat en ik wil alle verlichting uit de situatie. En als laatste, wat ik net al even aangaf, de temperature offset mogelijkheid, waarbij ik vanuit een API een trigger krijg, dus vanuit een webapp, een mobiele applicatie bijvoorbeeld, en die vertaal ik naar een BACnet commando om iets te doen. En dus ik wil plus of min 2 graden aanpassing doen, dan kan ik dat vertalen naar een BACnet bericht en dat zo doorsturen naar het gebouwbeheersysteem. Wat belangrijk is om te begrijpen bij de BACnet integratie is dat we hier te maken hebben met twee gescheiden werelden zou je kunnen zeggen. Het Lighting VLAN wordt altijd separaat gecreëerd binnen het gebouw. En we hebben het hier over de enterprise variant. Goed om te blijven begrijpen dat het hier om enterprise gaat. Bij Foundation en Advanced hebben we dit niet nodig. Daar zit ook geen mogelijkheid in om te kunnen integreren met derde partijen applicaties. En binnen het Lighting VLAN gebruiken we, zoals je hier beneden ziet, het IPv6 verlichtingsverkeer. En we verzamelen al die BACnet data vanuit de armatuur, of de groepen van armaturen beter gezegd, naar de gateways toe. Dus elke area, dus deze ruimte of een gebied, een stuk open office gebied, die creëert één temperatuur en een vochtigheidswaarde. En het gemiddelde ervan, dat wordt doorgestuurd via de gateway. En dat kunnen we doorsturen naar, in dit geval bijvoorbeeld een BACnet gateway of een gebouwbeheersysteem. Wat belangrijk is, is dat BACnet op dit moment IPv4 verkeer voorziet. Daarbij hebben we een separaat VLAN nodig. En het is dus vaak zo dat we tussen die twee netwerken een derde partijcomponent, een BBMD ook al genoemd, moeten plaatsen. Om device discovery toe te staan vanuit dit netwerk naar het andere netwerk. En om zo de communicatie tussen die twee netwerken. Je ziet dus dat we eigenlijk twee manieren van integreren hebben. We hebben de API manier waar we ons meer richten op webapps en webapplicaties. Vanuit het internet gefaciliteerd en ook vanuit het internet houden. En we hebben meer gebouwgebonden integratiemogelijkheden die zich meer richten op het comfort binnen het gebouw en die niet afhankelijk zijn van een internetverbinding. En het is dus zo dat, stel de internetverbinding zou wegvallen, heeft het geen enkele impact op de lokale dataverzameling van temperatuur en vochtigheid en om de mogelijkheden tot integratie. Laurens, er zijn nog 5 minuten. Oké, dankjewel. Dan hebben we de mogelijkheid tot interactie met derde partijsensoren. Signify maakt gebruik van een vormfactor van de sensoren die in lijn is met de DFRI voorschriften, ofwel Zagaboek genoemd. Daarbij is het mogelijk om een derde partij sensor in de toekomst te wisselen, bijvoorbeeld voor een, vanuit een Signify sensor naar een andere partijsensor, mits die voldoet aan dezelfde voorwaarden. En daarbij proberen we dus ook flexibiliteit te bieden voor een eindgebruiker of een klant, om een upgrade uit te voeren naar de toekomst toe. En als laatste wil ik het nog heel even hebben over security. Want dat is natuurlijk van belang als we het hebben over systemen die met internet verbonden zijn. En het is voor Signify ontzettend belangrijk om daar een beveiligde verbinding te voorzien. Dus we hebben vanuit de sensoren naar onze cloud-infrastructuur maken we gebruik van een end-to-end encryptie. Op basis van 128-bit AES. En die zorgt ervoor dat ik een tunnel heb van de dataverzameling die ik op sensorniveau doe, via de gateway naar de BCP en vervolgens naar de cloud toe. En op die manier een veilige manier heb van werken. Dat is uiteraard cruciaal voor alle gebouwen die we voorzien. We doen jaarlijks pentesten, dus we testen onszelf, we laten ons testen door derde partijen op hoe veilig we op dat moment zijn. En het is dus ook in lijn met de certificaten die hierboven genoemd ziet staan. Goed, dus afrondend, we hebben het vandaag gehad over een schaalbaar systeem, met gemak te installeren en ook met gemak te onderhouden. Het is stabiel, het is robuust en daardoor ook betrouwbaar. We hebben de openheid van de dataverzameling aan de ene kant binnen het gebouw, maar ook vanuit de cloud-infrastructuur. De flexibiliteit om als basis te beginnen en de complexiteit die we later hebben besproken. En uiteindelijk is het allemaal verpakt in een veilige laag waarbij je met een geruste hart zo'n systeem kan implementeren, ook bij de meest gevoelige situaties. Dat is van belang. Jacqueline, zijn er wellicht nog vragen gekomen? Ja, er is nog één vraag. En de vraag is, even om terug te komen op ZigBee, zijn er beperkingen qua bereik? Zouden er problemen opkomen bij verlichting die in een deel van een gebouw dat wat verder afgesloten is, hangt? Ja, er zijn twee mogelijkheden. Enerzijds hebben we natuurlijk altijd de gateway. De gateway is een coördinator in het ZigBee-netwerk en we kunnen ervoor kiezen om een grote afstand tussen gebouw A en bijvoorbeeld een gebouwdeel B te overbruggen met een ethernetkabel en een nieuwe gateway te plaatsen, zodat we in hetzelfde netwerk zitten, maar wel op een andere locatie. Dat is een mogelijkheid. Daarnaast is het zo, als je een langgerekt gebied hebt ertussen, dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat je of een gangpad ertussen hebt zitten of een andere manier. En de afstand die we tussen twee ZigBee-nodes nodig hebben is een beetje afhankelijk van de situatie, ergens tussen de 10 en 15 meter maximaal. En daarbij is er eigenlijk geen beperking om het ZigBee-bereik te optimaliseren. Ik heb altijd 1 of 2 nodes in beeld nodig voor fatsoenlijk ZigBee-verkeer. En als ik een langgerekte stiert heb van armaturen naar een ander gebied, kan dat. Maar ik kan het ook oplossen door een ethernetkabel en een extra gateway. Geen mogelijkheden. En in essentie heb je dus eigenlijk geen beperking op ZigBee toe te passen binnen reguliere kantoren. Ik heb nog één vraag. De luchtsensor zit in het armatuur. Verlichtingsterkte wil je op het werkvlak weten. Hoe bepaalt de sensor dit? Eigenlijk wijkt dat niet af van de conventionele manier van meten. Dus verlichtingsterkte en temperatuur- en vochtigheidsmeting zijn eigenlijk twee verschillende elementen binnen de sensor. We hebben aan de ene kant de thermopaal, die verantwoordelijk is voor de temperatuurmeting en people estimate in de toekomst. We hebben aan de andere kant de passieve infraroodsensor, zoals die ook al sinds jaar en dag in conventionele systemen wordt toegepast, alleen nu in een kleinere sensor en werkt op dezelfde manier. Dus we hebben een passieve infraroodmeting, er komt beweging, vervolgens meet ik het verschil met de vorige stand van zaken als het gaat om infraroodstraling en daardoor krijg ik ofwel beweging of niet, 0 of 1. En op die manier heb ik dat betrouwbaar. Het verschil is met conventionele systemen dat ik vroeger 1 sensor had voor 6 armaturen. Het wordt nu alleen nog maar betrouwbaarder omdat ik eigenlijk in elk armatuur zo'n passief infrarood sensor heb zitten. En op die manier dus bepaalde zaken kan ondervangen. Dus stel ik heb een luchtinlaat of uitlaat die gevoelig kan zijn voor bewegingsdetectie, false triggers, dan kan ik die uitschakelen en de rest van de area verantwoordelijk maken voor de bewegingsdetectie. Op die manier kan ik dus flexibel omgaan met invloeden van buitenaf als het gaat om beweging. Ik wil je hartelijk danken voor de aandacht en een fijne dag verder. Goedemiddag.